gemeenteraadverkiezingen komen eraan. Daarom hebben wij speciaal voor jullie een verkiezingsspecial gemaakt. Om te willen weten wat de partijen van plan zijn, hebben wij een paar partijleden geïnterviewd. Van welke partij ben je? Ik ben van de partij Woep. Toch agenten. Het Berlijns dreigt overgenomen te worden door Schori Mori. Vorm een leerlingenraad en grijp in. Hoe zou jij je partij omschrijven? In drie woorden: weerzinwekkend, ondernemend, heldhaftig. In welk opzicht zijn jullie beter dan andere partijen? Ik denk dat Woep zich onderscheidt van de andere partijen. Omdat wij ons enkel bezighouden met realistische punten. Omdat alleen de realistische punten ook haalbaar zijn om te realiseren. Hoe is jullie partij ontstaan? Nou, ik zelf ben met het idee gekomen. Ik bedoel, sinds de eerste zie ik al leerlingenraden, activiteiten, commissies ontstaan. En met altijd allemaal hele mooie ideeën. En maar weinig van wordt waargemaakt. En nu zit ik in de vijfde, ben ik eindelijk groot genoeg om het zelf te doen. En was ik wel aan mezelf verplicht om dan ook een leerlingenraad te beginnen. Om ook die punten waar te maken en iets te doen voor de school. En daarom ben ik deze partij begonnen. Heb ik wat mensen gevraagd en zo is het ontstaan. Als je jezelf met jullie partij moet vergelijken, wat hebben jullie dan gemeen? Nou, wat we gemeen hebben is creativiteit, ondernemendheid. Ja, iets willen doen voor de school, voor de leerlingen. Van welke partij ben je? Ik ben van Advoendoem. Als je partij met drie woorden moest omschrijven, welke waren dat dan? Actief, enthousiast en gezellig. Waarom is jouw partij het beste? Omdat wij, denk ik, de meest organiserende mensen in onze partij hebben en de meest enthousiaste. Hoe is jullie partij ontstaan? Vorig jaar zaten een paar van ons in de hoofdcommissie van het klastoernooi. En toen hadden we afgesproken om met een paar een partij op te richten. En toen hebben we nog een paar andere vrienden gevraagd. En zo is het ontstaan. Als je jezelf met jullie partij moet vergelijken, wat hebben jullie dan gemeen? Ik denk dat elke partij wel hele leuke mensen in de partij zitten. Dus ik denk dat we wel een soort van allemaal gezellig zijn. Maar ja, voor de rest weet ik het niet echt. Van welke partij ben je? Van Pimp. Als je je partij met drie woorden moest omschrijven, welke waren dat dan? Spontaan, gezellig en samenwerkend. Waarom is jouw partij het beste? Omdat ik denk dat onze partij uit alle mensen bestaat die heel erg veel zin hebben om allemaal dingen te organiseren. En die niet halverwege het jaar denken van, we stoppen ermee, nu hebben we het hok en nu is de winst al binnen. Hoe is jullie partij ontstaan? Nou, daar was ik zelf niet bij, want eerst mocht de partij uit 6 mensen bestaan en toen kwam Pimp. En toen mocht het uit 8 mensen bestaan, toen werd ik gevraagd en Perka. Dus, maar ik denk gewoon omdat iedereen elkaar kent. En als je jezelf met jullie partij moet vergelijken, wat hebben jullie dan gemeen? Ik en de partij? Ten eerste dat ik gewoon in de partij zit, dus ik ben ook een soort van de partij. Dus dat hebben we wel met dat deel hebben met elkaar gemeen. En gewoon, ik ben zelf ook wel gezellig, hoop ik. Wij waren benieuwd wat de leerlingen gaan stemmen dit jaar. Daarom hebben we een steekproef gedaan in de gangen van het Berlijns. Ik stem op Woep, want ik vind het een hele leuke naam. Ik stem op Woep. Ik stem op Pimp. Ik stem op Woep. Ik stem op Woep. Ik stem op Pimp. Ik stem op Advoendoem. Wij weten het nog niet. Ik stem op Advoendoem. Ik stem op Advoendoem. Ik stem op Woep. Ik stem op Woep. Ik stem op Woep. De leerlingenraadverkiezingen komen eraan. Daarom hebben wij speciaal voor jullie...
hebben wij speciaal voor jullie een verkiezingsui. Een verkiezingsspecial. Je staat vol atas! En ik versprak me. Precies met ons van plan zijn. Plan zijn.